dat zei ik ook al. Ja, we hebben niks gedaan. Op zich wel, dus een outdoor onderdeel, dat zijn we redelijk gewend. Ik train vooral outdoor, dingen die niet heel erg onbekend zijn, dus ik heb er zin in. Ja, het is een leuk onderdeel. Straks een klein beetje warming up en dan ben ik er klaar voor in mijn heat. Niels, jouw beurt. 3, 2, 1. Op zich goed. Ik ging lekker de weave onderdoor, of in ieder geval de balkjes onderlangs. Ik had een beetje last bij de ringen. Ik had niet helemaal het gevoel dat ik goed kon vastpakken vanwege de koude handjes. Maar volgens mij 5e tijd in heat. Ik ben prima tevreden. Niels, aanwezig. Ja, op zich een leuk onderdeel. Urban Sky. Ik merkte dat weer de ringen bleef ik even haken. Dingen die we niet heel erg gewend zijn. Maar het was mooi. Ja, op zich ben ik tevreden. Ik zit op de kist. Ik zit met de hele hoekje baas. Als je het laatste zwarte touw aantikt, dat is voldoende. Dan mag je door. Je hoeft niet over de balk heen, dus je gaat gewoon onderlangs. Ik zit met de hele aap aan. Tussen de twee balken door. Lekker bakje koffie. Maar dit soort dingen ben ik wel. Er gaan de handjes wel kriebelen, zeg maar. Want ik vind dit leuk om te doen. Van die snelklimonderdelen. En ik weet dat ik het wel kan. Maar vandaag ben ik hier als cameraman. Dus ik moet het even allemaal loslaten. Misschien dat ik hier nog wel een andere keer kom om even aan Niels te laten zien. Hoe je dat nou echt op een snelle manier moet doen. Toch, Niels? Ja, vandaag ben ik hier dat weet. En ik ga kijken of ik snel kan zijn vandaag. En ik ga ervan genieten, want wij gaan 8 maart tegen mijn wedstrijd in Kootse Stille. Komt er een beetje hardlopen bij kijken. Nice. Ja, en dan moet ik nog maar zien of ik sneller ben dan Niels. Dus, precies, ja, Jeroen. Over de balk! Onder door de lus! Over de balk! Door de lus! Over de balk! Aanhang tot de eerstvolgende balk! Ja, tot deze balk! In 3, 2, 1.
ging lekker op zich. Ik had alleen, ik draaide eventjes bij de eerste of bij de tweede balk. Was even het touw kwijt. Dus dat was een paar seconden, denk drie. Maar ik ben heel tevreden eigenlijk. Derde tijd tot nu toe, prima. Leuk onderdeel. Eerst lopen we met een 20 kilometer zandzak. Of 20 kilo zandzak. En daarna die ovals, ja, ging op zich wel oké. Bleef even hangen, maar prima. Nou, ik moet wel even gas erop geven, maar ik heb op zich buiten net onderdeel 1 goed geklommen, derde tijd. Ik denk hier ook wel redelijk goed, dus ja, we zien het. Ik ga gewoon volgende onderdeel gaan knallen. Dat is het enige wat ik kan doen. Zo is het ook. Ik ging op zich best lekker. Tot nu toe de snelste tijd, maar er zijn nog best wel wat van hier die moeten. 37 seconden, ik ben echt zeer tevreden. Ik ging echt lekker, ging er mooi snel doorheen. Die skulls was goed, die monkey bars ging prima. Lekker, ik krijg er energie van. David Kampenman, Niels Wieringa, Nick Spanjaars, Henk Visser, Paul Verhul, in de Niels, je hebt ronde 3 gehaald. Yes, come on! Ja, dat is lekker. Wat zei je? Volgens mij ben ik 9e geworden. Dat is op zich helemaal niet gek. 9 van de 16. Nu betekent het echt zaak dat het knallen is. Nu kan je anders. Volle bak. Straks te wachten. Ja, straks hier buiten een Urban Sky Rig. En dan daarna een heel stuk binnen. Het zijn maar 2 rondes. Het wordt spannend. Gewoon wie zo snel mogelijk de ronde doorkomt. En dan volgens mij de beste 8 gaan naar de finale. De puntentelling begint er op 0. Dus ik ben heel benieuwd.
ben niet tevreden. Ik zat het begin al vast met mijn voet. Pakte hier lekker door, het ringetje miste ik even. Daarna die weaver ging op zich een beetje oké, kon hem mooi doorzwaaien. En die zandzak is wel mijn ding, maar nee, ik zat te klooien. Niet tevreden. Wordt lastig denk ik om door te gaan, finale. Twee onderdeel moet ik echt knallen. Ja. Drop of ga ik vreten. Doorpakken. Ja, shit. Ik gleed eruit. Weet niet. Glad of daarna te snel. Leg eruit, dit was hem denk ik. Ik denk niet dat ik hier nog iets heb gedaan. Nog wel door kunnen gaan. Liane ook nog een beetje, maar het zat er niet meer in. Jammer. Klein foutje is klaar. Maar we hebben heel veel plezier gehad vandaag. Het was zeker wel een leuk evenement, dus ik ben tevreden. Ja, dat is prima. KNSR is mijn ding, daar ga ik knallen. En echt die korte kleine stukjes vind ik toch gewoon lastig. Maar ik ben blij dat ik op zich zo ver ben gekomen, zo'n grote viking. En volgende keer gaan we gewoon keihard, volgende keer gaan we gewoon pakken. Tot de volgende.